Dit is Omroep Voeren, de stem van de streek. We gaan even twee onderwerpen belichten. Namelijk, één, er is een persconferentie geweest. Niet afgelopen vrijdag, de vrijdag daarvoor, vorige week vrijdag. En dat ging over toerisme versus leefbaarheid in eigen gemeente. Ja, dat klopt. Dat zijn een aantal beslissingen die wij op de gemeenteraad een dag voordien genomen hadden. Waarover wij een persconferentie hadden georganiseerd. Er is ondertussen ook een huis-aan-huisbericht gekomen bij de mensen thuis. Waarbij dat wij een boekje eigenlijk hebben verdeeld waar de essentie eigenlijk in staat. En het gaat heel kort gezegd, samengevat, gaat erover hoe dat er eigenlijk een goed evenwicht bereikt kan worden tussen het toerisme en de leefbaarheid van de eigen inwoners. Ja, want dat is wel belangrijk. Het is natuurlijk een hele belangrijke bron van inkomsten, het toerisme. Voor iedereen is het fijn dat hier toerisme naar onze gemeente afzakken. Maar anderzijds, ja, het moet ook wel niet leiden tot beperkingen voor de inwoners van onze voerdorpen, hè? Ja, klopt. En 14,7% van de voerenaars werkt in de toeristische sector of haalt daar op een of andere manier zijn inkomsten uit. En dat is wel een stukje hoger dan een gemiddelde Vlaamse gemeente. Dus het is een heel belangrijke sector, wat we zeker vast niet mogen verwaarlozen. Maar ja, toch al langer leefde het gevoel dat men vond dat het toerisme wel uit zijn voegen aan het barsten was. En niet alleen het gevoel, maar ook de cijfers tonen dat aan. Het aantal overnachtingen in toeristenverblijven is verdubbeld de afgelopen 8 jaar. Ook kan men zich vragen stellen bij de verhouding tussen het aantal vakantiewoningen versus de woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning. En uit die gegevens hebben we toch wel een aantal eigenlijk een nieuwe visie ontwikkeld en ook een aantal beleidsmaatregelen geformuleerd die er toe moeten leiden dat dat duurzame evenwicht tussen toerisme en leefbaarheid er zou moeten komen of gegarandeerd kan blijven voor de komende jaren. En dan concreet, wordt dan iets gelimiteerd bijvoorbeeld, aantal overnachtingen? Ja, wel, misschien ook nog even erbij zijn. Dat is ook voornamelijk gebaseerd op de resultaten van de bevraging van Toerisme Vlaanderen. Dus vorig jaar in de zomer hebben 221 voerenaars daar aan deelgenomen. En met die resultaten zijn we eigenlijk aan de slag gegaan om inderdaad een aantal beleidsmaatregelen te formuleren. Dus dat is, op die manier hebben we wel een draagvlak van de inwoners uit om die beleidsmaatregelen uit te rollen. En een van de beleidsmaatregelen is inderdaad, die spreekt over het limiteren van het aantal. We hebben een beleidsmaatregel uitgewerkt om het aantal vakantiewoningen te gaan limiteren. En heel concreet houdt dat eigenlijk in dat men vanaf 1 september dat we dan geen vergunningen meer gaan uitkeren voor vakantieverblijven. Het is een dynamische vergunningenstop weliswaar, in die zin van als we onder een bepaald aantal slaapplaatsen komen voor toeristen. Dus dat betekent als er de komende jaren een aantal vakantieverblijven zouden weggaan om een of andere reden, dan op een bepaald ogenblik zal het wel mogelijk zijn om vakantieverblijven toe te laten. Maar in de praktijk komt het erop neer dat hier we onder het aantal gezakt zijn, dat we toch wel een aantal jaren geen nieuwe vakantieverblijven meer zullen bijkrijgen. Nee. Nu hebben we het over toeristen die hier meer dagen willen verblijven in onze gemeente. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met dagtoeristen. Vaak mensen die ook genieten op de fiets of in de auto van onze mooie streek. Zijn daar nog maatregelen in getroffen? Ja, dat is ook een heel erg terechte opmerking. Het zijn niet enkel de toeristen die hier verblijven, maar ook voornamelijk de dagjestoeristen. Nu, dat is een heel stuk moeilijker om dat te reguleren. Maar we hebben wel een aantal maatregelen genomen om hen ook eigenlijk te laten bijdragen. De eerste maatregel die we hebben genomen is dat wij een landschapsfonds gaan oprichten. En dat zal binnen dit een maand ongeveer ook gecommuniceerd worden. Daar wordt momenteel de laatste hand aan gelegd. En het doel van dat landschapsfonds is dat de bezoeker ook een financiële bijdrage kan leveren voor onder meer het onderhoud van het landschap. Dus er komen QR-codes die bijvoorbeeld worden geplakt op cafés of bij horecazaken of ook op het wandelknooppuntennetwerk. Die QR-code kan de bezoeker vrijblijvend uiteraard inscannen en zo een financiële bijdrage leveren voor streekproduct, het onderhoud van het landschap en dergelijke. Mooi. Oké, helder verhaal. Het boekje is huis aan huis verspreid en daar staat dus eigenlijk alle informatie in. Ja, klopt. Ik vond het wel belangrijk om daar transparant over te communiceren, want het zijn geen beleidsmaatregelen die losstaan van elkaar. Het is echt één pakket van beleidsmaatregelen. Dus het één visie, één set van beleidsmaatregelen waar een hele grote samenhang tussen is. En ook hadden wij nog niet gecommuniceerd naar de inwoners toe over de resultaten van de bevraging van Toerisme Vlaanderen.
Dus ja, al die aspecten zorgden er wel voor dat het nodig was om dat allemaal te bundelen in één boekje en op die manier de mensen toch te kunnen inlichten. Ja, en ter verduidelijking, dit is allemaal in samenspraak met Toerisme Voorstreek tot stand gekomen, hè? Ja, klopt. Maar niet alleen met Toerisme Voorstreek, ook met Toerisme Limburg, met Toerisme Vlaanderen. We hebben ook hele veel gesprekken gehad met uitbaters, met inwoners van Voeren, ook met andere steden en gemeenten. Dus er is toch wel een vrij uitgebreid voorafgaand onderzoek en voorbereiding aan vooraf gegaan. Heel mooi. Hebben we nog even een tweede onderwerp, namelijk, ik heb het in het eerste uur al voorgelezen, namelijk 12 Limburgse gemeenten bundelen krachten tegen geluidshinder van het vliegveld in Luik, Liège Airport. En een van de gemeenten is de gemeente Voeren. Ja, klopt inderdaad. Wij hebben samen met Riemst en dan nog 10 andere gemeenten gaan wij eigenlijk in beroep tegen de uitbreiding van de luchthaven van Bierzee. Nu, waarom? Hè? Want als tegenargument hoor je natuurlijk dan altijd dat dat ook wel voor de werkgelegenheid zorgt en dergelijke. En dat is ook een heel belangrijke afweging die steeds gemaakt moet worden. Maar ja, wat wil BRZ eigenlijk concreet doen? Zij willen het aantal nachtvluchten meer dan verdubbelen tegen 2040. Dus dat betekent dat er ook meer nachthinder gaat komen, meer lawaai. En een van de vliegroutes die gaat eigenlijk over Moelingen gaan. Zij zullen dan de grootste overlast daarvan ondervinden. Maar uiteraard, dat geluid dat deint ook verder uit naar de omgeving, naar de andere deelgemeenten van de Voeren. Dus dat is eigenlijk wel iets waar we toch wel aandachtig voor willen zijn en de belangen van de Voerenaars op dat vlak ook wel willen verdedigen, dat hun nachtrust gegarandeerd kan blijven. Ja, er staat verder ook nog bij dat er één type is, een Boeing-type, de 740, die nergens anders meer kan landen, alleen op de luchthaven van Luik. Nou, dat zegt ook wel iets. Ja, dat is eigenlijk het vreemde wat ze willen doen. Hè. Dat zijn allemaal soorten vliegtuigen die men overal aan het bannen is. Mm. Dat zijn zware vliegtuigen met zware motoren die heel veel geluid produceren. In alle luchthavens zijn men die aan het bannen, maar BRZ heeft het plan om die vliegtuigen wel nog toe te laten. Dus ja, je kan je daar ook wel vragen bij stellen, denk ik dan. Ja, inderdaad. Nu, dat zal nog wel een lang verhaal worden, neem ik aan. Want dit is eigenlijk een verzoek aan de Waalse overheid. Ja. Het is natuurlijk moeilijk om in te schatten hoe groot de kans is dat hier ook gehoor aan wordt gegeven. Maar er wordt de nodige aandacht aan besteed. En men probeert alles eraan te doen. Zo heb ik het begrepen uit de berichten. Ja, dat klopt inderdaad. We hebben natuurlijk niet alles in de hand. Wat we wel in de hand hebben is dat wij onze stem kunnen laten horen en dat we in beroep kunnen gaan. Dat gaan wij bij deze doen, maar uiteindelijk wat de Waalse regering, want zij zijn ook weer de vergunningverlenende overheid, wat zij gaan doen met die beroepschrift, ja, dat is altijd afwachten. Ja, ik heb dan zelf persoonlijk dan wel een vraag, van dan denk ik, ja goed, ik snap dat je hier te maken hebt met gewesten, met eigen regeringen, maar federaal is daar dan geen inspraak? Het is toch één land, of niet? Ja. Ja, dat zou je denken. Hè. Het hangt uiteraard af van de bevoegdheden. Hè. En het gaat over een stedenbouwkundig dossier. En voor bepaalde dossiers is het de Waalse of de Vlaamse regering die bevoegd zijn om daar een uitspraak over te doen. Ja. En in dit geval, aangezien het in de omgeving van Luik is het de Waalse regering die daar een uitspraak over moet doen. En de federale regering komt er eigenlijk helemaal niet intussen. Oké, nou goed. We houden het in de gaten en regelmatig horen we graag wat de stand van zaken is. Laten we het daar maar ophouden. Prima, okay. Dat gaan we doen. Goed, hartelijk dank voor deze bijdrage.